President Chandrikapersad Santokhi heeft het bestuur van de Surinaamse Politiebond ontvangen om pijnpunten van de organisatie aan te horen. De bondsleiding kon zich niet verenigen met de wijze waarop bepaalde politiefunctionarissen uit hun functie zijn gehaald. Zij is er niet mee eens dat zij formeel niet betrokken of geïnformeerd is door de regering over het voornemen om het politiekorps te laten doorlichten. U hoort meer hierover van politiebondsvoorzitter Raoul Hellings en woordvoerder Rivolino Eijk. Heer Hellings, het bondsbestuur van de politie heeft zojuist een onderhoud gehad met de president van de Republiek Suriname. Kunt u ons vertellen wat de aanleiding is geweest van dit onderhoud en misschien ook de kern van dat gesprek? Waar het om gaat, het bondsbestuur van de Surinaamse Politiebond heeft een brief gestuurd naar de president, waarin we als onderwerp hebben aangegeven dat we niet blij, niet tevreden zijn met de manier waarop de regering omgaat met het bestuursreguleren van de Surinaamse Politiebond. En dat we dus naar aanleiding daarvan hebben gevraagd om een spoedonderhoud. En naar aanleiding van dat spoedonderhoud zijn we uitgenodigd voor vandaag om 11 uur op het kabinet of op het paleis om deze zaak te bespreken. Welke zaken zijn er zoal besproken? Kunt u misschien op de inhoud ingaan van dat gesprek? Nou, de woordvoerder die gaat concreet in op de zaken die zijn besproken, maar het komt erop neer dat we met de president van gedachten hebben gewisseld omtrent in de communicatie tussen de regering, de minister en de Surinaamse Politiebond. En er is ook ingegaan op de zaken die de laatste dagen de actualiteit hebben gehaald. En dan heb ik het onder andere over de ontheffing van politiefunctionarissen uit functies. En ook de kwestie aangaande de lichting die is uitgestroomd bij de, of althans de basispolitieopleiding die is afgerond en waarvan de recruten op de verschillende posten zijn geplaatst zonder beëdigd te zijn. En ook omtrent de lichting die gepland was voor oktober om naar binnen te komen. De ontmoeting. Bent u tevreden over het verloop van deze vergadering of het gesprek met de president? Ja, we mogen in elk geval niet ontevreden zijn. Nee. Wij hebben de kanttekeningen die wij hadden en die wij hadden vervat in het schrijven aan de president, hebben wij helemaal op tafel gelegd. De president die had natuurlijk in feite dus ook al zijn antwoord klaar liggen. We hebben hier en daar natuurlijk gesleuteld aan de verschillende zienswijzen, omdat wij er wel de mening zijn toegedaan dat, hoe je het ook draait of keert, er een betere communicatie moet zijn tussen de minister, de president en het bondsbestuur. We hebben allemaal ons eigen domein. Ja, het domein van de politiebond is dat wij erop toezien dat het belang van de leden wordt behartigd. Op geen enkele wijze zullen wij dus toestaan dat aan het belang van de leden wordt getornd. We hebben gemerkt dat de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws is geschreven of gezegd over zaken die verkeerd zijn gegaan binnen het korps politie Suriname en met name bij de werving. Werving en selectie van de leden van nieuw politiepersoneel, waar in feite aan de integriteit van leden van ons is getornd. We hebben gezegd van je zal als bevoegd gezag het bondsbestuur moeten uitnodigen om daarover eerst te praten. Omdat bij het kennismakingsbezoek van ons aan de president paar weken geleden de president duidelijk heeft kenbaar gemaakt dat hij de vakorganisatie als volwaardige partner ziet. En wanneer wij dus zien in de praktijk dat zaken anders verlopen dan gesteld is, dan hebben wij wel ernstige kanttekening gemaakt. Ja. Het bevoegd gezag die heeft dat ingezien. Zij hebben gezegd dat daadwerkelijk die communicatie veel beter kan. De president die heeft ook bepaalde instructies gegeven aan die minister om een betere communicatie op gang te brengen. Maar ook om inzichten die wij hebben gegeven tijdens die bespreking, om dat ook mee te nemen in het te formuleren beleidsplan. Dat moet worden ingediend bij de begrotingsbehandeling. Die instructies zijn gegeven dat het bondsbestuur vaker moet worden opgeroepen
om ook inzichten mee te geven, zodat er een, nog, dat kan worden bijgesleuteld aan het beleidsplan dat moet worden ingediend. Al met al dus mogen we tevreden zijn. We kijken natuurlijk uit naar die uitnodiging van de minister om daadwerkelijk onze zienswijze ook gestalte te doen krijgen in het beleid, te formuleren beleidsplan. Zijn er concrete afspraken gemaakt naar aanleiding van de zorgpunten of de pijnpunten vanuit het bestuur? Ja, allemaal zeg ik afspraken. Het is in feite, kijk, we zijn het erover eens, zowel dus van het bondsbestuur uit en het bevoegd gezag, dat maatregelen die getroffen moeten worden, dat die daadwerkelijk getroffen moeten worden. Het ging er in elk geval om dat het bondsbestuur gekend moet worden. Daarover ging het in feite. Dat is concreet afgesproken dat wij gekend moeten worden als volwaardige partner. We zijn het erover eens, bijvoorbeeld dat we geen criminelen in die organisatie willen hebben. Toch? Dus als je daarover eens bent, dan heb je eigenlijk je afspraak meer te maken. Ja, het enige wat je moet doen is dus zeggen van luister, je moet ons betrekken. Als je hebt gezegd aan het begin dat je dat gaat doen, dan moet je dat ook daadwerkelijk doen. Toch? En als dat moet worden gezien als een concrete afspraak, dan denk ik wel dat we ons doel hebben bereikt vandaag. Ja.